Verlaten stations tijdens de OV-staking. Groningen krijgt een nieuw station. En leuke uitjes voor tijdens de hemelvaart. Welkom, dit is NS Weekly. Gisteren werd er gestaakt in Nederland. En daardoor reden er, behalve tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, nauwelijks treinen in Nederland. Dat leverde bijzondere beelden op, zoals dit verlaten station Utrecht Centraal. Op station Amersfoort was ook niemand. En dit is Den Haag Centraal. We gaan naar collega Anita, die op een bijna verlaten Amsterdam Centraal uitlegt waarom er niet nog wat meer treinen konden rijden dan er deden. Anita, we staan hier op een nagenoeg lege Amsterdam Centraal. Niet elke NS-medewerker staakt vandaag. Waarom rijden niet gewoon nog een paar treinen? Nou, als gevolg van de landelijke pensioenactie rijden er nagenoeg geen treinen vandaag. Wij wisten op voorhand niet hoeveel collega's er mee zouden doen aan de actie. Dat maakt dat we geen dienstregeling kunnen maken. We moeten echt per trein een ingewikkelde puzzel leggen. Dat doen we altijd vooraf al. En omdat we niet weten welke collega's en hoeveel collega's mee zouden doen aan de actie, konden we dat niet doen. In de reisplanner staan nagenoeg geen treinen. Toch zijn er in het hele land wel lege treinen gespot. Hoe verklaar je dit? Als er 24 uur lang geen trein rijdt, moet er roest gereden worden. Dat betekent dat er met lege treinen over het spoor gereden moet worden om het spoor weer gereed te maken voor de volgende dag. Wie wel eens de trein naar Groningen heeft gepakt, heeft waarschijnlijk gezien wat voor prachtig station die stad heeft. En dat station wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dit is de monumentale hal, die wordt opgeknapt en in ere wordt hersteld. Er komt een nieuwe stationstunnel. En de perrons worden ingrijpend vernieuwd. En na deze verbouwing is station Groningen klaar voor de toekomst. Korte blik op afgelopen week. Van alle sprinters in Intercities reed 96,9% op tijd. En op de hoge snelheidslijn was dat 91,8%. Ook dit weekend wordt er weer aan het spoor gewerkt bij Amsterdam-Zuid. En rijden er geen treinen, maar bussen tussen Eindhoven en Helmond. Plan van tevoren even goed je reis als je daar langs rijdt. En het is het hemelvaartweekend, dus de uitgelezen mogelijkheid om er met elkaar op uit te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met een leuk treinuitje. Die vind je op spoordeelwinkel.nl. Zo kun je bijvoorbeeld naar het Spoorwegmuseum. Tot zover NS Weekly voor deze week. We zijn er volgende week weer. Dag!